Hebben de ambassadeurs die jullie kennen wel eens gehoord van Kampen? Nou, ik ben heel erg benieuwd wat de toegevoegde waarde is van een ambassadeur in het buitenland. Toegevoegd. Ja. Een ambassadeur doet zijn best voor Nederland in het buitenland. Of dat nou voor Nederlandse bedrijven is, of voor Nederlandse burgers die een paspoort verliezen, of Nederlandse hulp nodig hebben. Ik zit dus voor Nederland in Letland als ambassadeur. En we zijn er ook voor betere samenwerking met het gastland. We moeten echt samenwerken en goede afspraken maken om tot de globale doelstellingen te komen. Op klimaat, op economisch gebied, op veiligheidsgebied. Mijn vraag is, als de ambassadeurs langdurig in het buitenland wonen, is er dan nog wel een goed zicht en een goed contact met Nederland en wat er in Nederland speelt? Goeie vraag. Maar het wordt steeds makkelijker, denk ik. Vroeger was dat al een stuk moeilijker. Reizen was moeilijker. Kranten kwamen een week later aan. Maar nu met het internet en videocallen, denk ik dat we goed op de hoogte zijn van wat er in Nederland gebeurt. En we komen ook vaak terug. Ja. En als we dan hier zijn, ik heb toevallig afgelopen vrijdag lesgegeven op een middelbare school. En dat houdt je ook scherp en wat er leeft in de samenleving onder jongeren. Dat is ook de reden waarom we nu hier in Den Haag zijn voor de ambassadeursconferentie. Goedemorgen, we zijn hier in de Markthal. En ik heb een paar vragen voor jullie. Hoe is het nou om in een ander land te zitten? Missen jullie niet op dit moment iets als jullie daar zijn? Zoals bijvoorbeeld Bramladage. Echt Hollander, kan niet. Die kroket zag er wel heel goed uit. Ja, die missen we wel. En de bitterballen. Ja, ja. En Indonesisch eten, ja, dat heb je gewoon niet in Tallinn. Moet je zelf voor aan de slag. Ja. Respect voor de ambassadeurs die ons gezicht zijn in het buitenland.